hele zieke dril ook. Ja, niet normaal, echt ook een hele mooie vis. Oh ja, fuck. Holy shit. Yes. Dit is echt niet normaal. Heb je? Ja, we hebben een vis, we hebben net de lijn opnieuw uitgevaard. En, ja. Uitgevaren. Ja. En gelijk, denk na 10 minuten of zo, de vis. Volgens mij is het een zeer grote. Let's go! Yes. Let's go! Dank je. Hier kwamen we voor. Finna Singh, mooi beest man. Finn, rustig blijven. Wat is er, Finn? Ja, ik weet helemaal wat. Schitterend daar, wat is het? Ja, karp, echt hele harde run, niet normaal. We hebben knijterhard, ja. Net de hengels in liggen. Ja. En ja, echt een hele zieke dril ook. Ja, niet normaal, echt ook een hele mooie vis. Echt een mooie spiegel, schitterend, prachtig. Wauw, schitterend man, wat een prachtige vis, jongen. Ja, niet normaal. Echt super. Weet ik. Yes. Wow, dat is mooi. Ja, het is ergens 12 uur of zo. He? Of 12 denk ik. En niet helemaal hard die run was. Ik heb een grote vis, niet helemaal. Gaaf man. Ik weet niet precies waar die is, maar... Moet ik het anders doen? Het voelt net alsof gewoon echt een 30 kilo karper binnenhalen of zo, die normaal. Ja, hij is nog niet vrij. Ik denk al je zo sterk. Nou, Quinn, zet hem op, hè. De schepskills. Rustig. Is dat zo? Serieus? Okay. Hey gasten. Yes? Volgens mij wel. Nee, nee of niet. Oh, wie nou? Ja, joh. Omhoog, omhoog. Oh ja, fuck. Holy shit. Yes. Dit is echt niet normaal. Laat zien dan. Dus holy... waar Bino meerval, hebben we Albino meerval. Holy fuck, hij is Finn, die is groot hè? Die nog niet. Ja, mooi, ik ga, deze krijg ik niet opgetild. Joh, zijn eitje toch? Ja, mooi.
Holy shit. Wat heb je gevangen dan? Echt een hele kleine merwoor. Die hengel ligt niet eens serieus, echt niet een minuut in. En opeens wordt een beetje aan getrokken en ik ga gewoon ophalen, want je weet maar nooit. En dan gewoon een mini merval. Nou, als we nu al in hebben, dan gaat er zoveel nog volgen. Hè? Dus schep maar. Schep maar. De bodem is hier. Ja. Yes! Ligt niet eens een minuut in. Ik denk 40 seconden. En er wordt een beetje soort van aan getrokken. En ik denk, ik ga hem gewoon ophalen. En zitten ze er een schattige meervol aan. Ja, super lief, ja. Ja. Klein maar fijn. Laat die bek zien. Kleine meervol. Hij zegt schattig, hoe lang zal die zijn? Ah, wacht, hij poept helemaal, man! Ah, wacht, hij poept helemaal, man! Yes! Ja, we hebben net misschien deze hengel 10 minuten in liggen. En dan gaat het gelijk af. Elke als de zon komt, gelijk beet. Ja, fantastisch. Deze is niet zo heel sterk, maar ik ben benieuwd wat het is. Ja. Meerval, meerval, let's go! Meerval. Is dat hetzelfde? Nee. Nee, die vind ik andere verschil groter lekker. Lekker. Mooie. Pak de schermnet, hij is al bij de kant. Pak mijn schermnet, Vin. Ik schijn wel. Meerval, meerval. Alweer. Deze is echt heel klein. Nee. Ah joh, het is wat. Jezus, wat een joekel. Yeah. Hey. Holy shit. Holy shit, Finn. Wat een joekel, man. Wow, holy fuck. Hey. Hoeveel? 3 centimeter? 73 kilo, denk ik. Tandjes, leuk. Gevangen, vriend. Ja, een hele mega meerval. Ik zie het te groot, man. Ja. Maar toch leuk. Voorkantje laten zien. Zo? Ja, leuk. Kan je wel filmen dat ik hem weg laat gaan? Ja. Gewoon rustig neerleggen hier. Twee. Zo. Ja, wacht even, wacht even, dat ik hem kan zien. Hè? Dat je een beetje. Ja, zo. Top. Ja, ja, zo is goed. Ga maar rustig neer. Goed zo, jongen. Goed. Een klein zetje geven? Nou, heel klein. Heel voorzichtig. Wauw. Doei. Van de water van de hond. Oh. Daan, wat heb je? Volgens mij is het een steur. Maar ik weet niet zeker. Ik zag net een staart. Ik dacht dat het steur was. Ja, steur, steur, ja. Oké, okay, je mag helpen als je wil. Help, stuur. Laat zien. Nou ja, toch altijd leuk toch? Ja. Yes. Nou jongens, dit is nummer? Nummer 3 alweer. Nou, is toch wel mooier toch? Ja, het is echt, hoe heet het? Het was echt bizar. De hele, ja, soort van echt hele zachte aanbeet. Maar ik denk, ik ga gewoon ophalen, want 3 keer zo. En ik had eigenlijk verwacht dat het een meerval was. Was gisteren ook zo. Maar nu gewoon echt een hele mooie grote steur. En precies toen ik hem aan het binnen was, was aan de andere kant ook een hele harde run. Alleen die hebben we helaas verspild. Maar ja, dat is ook jammer, jammer van dat, maar mooie vis is deze ook. Absoluut jongens. Nou, wat is het daar? Wat heb je? Volgens mij is het een steur, maar ik weet niet zeker. Steur, altijd ja. Spannend. Ja, steur. Lekker. Wat? Steur, volgens mij gewoon een steur. Hij is behoorlijk groot. De eerste vis van deze avond. Ja, het duurde best wel lang. Maar uiteindelijk, het was echt een hele harde run, bleef maar doorgaan. En hoe heet het, was echt bizar. En nu echt een hele mooie steur.
lang zal die zijn? Ja, 1 meter nog wat, ik weet niet. Mooie dingetje, ja toch? Ja. Wat hebben jullie gevangen, jongens? Ja, een mooie stuur. Hoe lang zal die zijn, Finn? 1 meter of zo. Hij is vrij lang, hè? Nou, de eerste vis. En ik hoop dat er nog vele gaan volgen, dat weet ik wel zeker. Ja. Nou, mooi het, jongens. Klopt. Ja, laat maar. Ja. Mooi. Zie je. Zie je. Goed gedaan. Let's go. Ik krijg een hele grote vis. Ja, wat denk je? Maar net gaf hij echt een hele harde kracht. Ja. Nu op zich valt wel mee. Maar dan ben je niet zo goed wat het is. Hij is wel aardig dichtbij. Ik vind dat bed moet toch daarheen? Doe jij het even snel. Dat kan niet. Of het is weer die open lopen. Dat kan nog niet. Ik hoop dat het gras gaat dat je dat. Hij is behoorlijk sterk, vriend. Ja, hij is heel sterk. Ik heb eerst misschien meer van. Wat hebben we gevangen, jongens? Echt een niet-mogelijk diamantstuur. Het is zo'n avontuur. Wij zitten helemaal vast in het riet. We gingen er met de boot naartoe. En uiteindelijk, denk ik, misschien na 10 minuten is het eindelijk gelukt. Vanzelf wel, ja. Holy shit. Dank je.